Yo, what up gasten, dit is de FIFA Experience en vandaag gaan we het over het WK hebben. En we beginnen natuurlijk met Pool A, waarin Brazilië speelt tegen Kroatië, de eerste wedstrijd. Die wedstrijd vindt plaats op 12 juni. Dat zal een belangrijke wedstrijd worden, want Brazilië is natuurlijk wel een grote topfavoriet. En die wil natuurlijk als eerste eindigen in een pool. Ze dus moesten als eerste Kroatië verslaan, die ik eigenlijk als tweede zie. Brazilië zal waarschijnlijk in een 4-3-3 formatie spelen. Met gewoon bekende spelers zoals Neymar, Hulk en Thiago Silva aan de verdediging. Maar in het nieuws lazen we wel dat Neymar een blessure had opgelopen aan zijn enkel. Maar waarschijnlijk kan hij toch gewoon spelen de eerste wedstrijd. Maar dat is nog een beetje afwachten. En over het algemeen is Brazilië echt gewoon een dream team. En is echt een topfavoriet. En als we kijken naar Kroatië, is ook eigenlijk een prima team. Je hebt natuurlijk drie belangrijke spelers, zoals Modric van Real Madrid. Rakitic heb je nog van Sevilla. En in de spits heb je nog Mandzukic lopen van Bayern München. Dus als die drie spelers goed spelen, kunnen ze het nog best wel lastig maken tegen Brazilië. Maar de definitieve uitslag, als ik zou voorspellen, zou het denk ik toch een 3-1 stand voor Brazilië worden. En dan kijken we naar de andere wedstrijd, die wordt een dag later gespeeld, op 13 juni. Dat is Mexico tegen Cameroen. Ook een belangrijke wedstrijd, want degene die daarvan wint, die maakt natuurlijk nog grote kans om toch nog tweede te worden. Wat ik zelf denk dat het gaat worden is 2-1 voor Mexico. Want ik zie Mexico vind ik toch kwalitatief wat beter en die zijn toch meer één team dan Cameroen. Bij Mexico heb je een paar goede spelers, zoals in de spits Chicharito, oftewel Xavi Hernandez van Manchester United. En je hebt ook nog op de zijkant Guardado. En bij Cameroen heb je natuurlijk ook de legendarische spits Eto'o. Maar daarnaast heb je ook gewoon andere redelijke goede spelers, zoals Alexander Song van Barcelona. Dus dat kan een leuke wedstrijd worden, maar toch denken wij dat het uiteindelijk 2-1 voor Mexico wordt. Dus Brazilië moet 12 juni tegen Kroatië en 13 juni moet Mexico tegen Cameroen. Dat is op dezelfde dag dat Nederland tegen Spanje moet. Laten we hopen op veel mooie wedstrijden en een leuk WK. Later.